Kandidaten, welkom in Colombia. Het is zover. Wie is de Mol 2019? De jacht is geopend. De kandidaten gaan op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de Mol? Ik ben de Mol. En ik ga ervoor zorgen dat de pot helemaal niets gaat voorstellen dit jaar. In 10 van die kisten zit een vrijstelling. Over dat ding heen. Hier, over die ballen. Hoe kunnen we allemaal naar eerder? Hier! Dat is een piramide. Hier, wacht. Als mol wil ik natuurlijk dat we zoveel mogelijk kisten naar boven halen. Want ik weet wat er straks komen gaat. 1, 2. Hoe meer kisten we omhoog halen, hoe meer kans op vrijstellingen. 3, 2, 1. Ik heb een aanbod. Jullie krijgen 2500 euro voor de pot. Als jullie als groep afzien van de vrijstellingen. Vrijstellingen. Een mol zou natuurlijk nooit stemmen voor het geld. Mag ik jullie handen zien voor het geld? 2. Nou, 3. 3 voor het geld. Tenzij die weten dat het uiteindelijk toch niet in de pot terechtkomt. Wat is het geworden? De vrijstellingen. Jullie zijn dus allemaal door. En uiteindelijk hebben we nu de eerste aflevering 1300 euro verdiend. Als dat zo doorgaat, dan ben ik lekker bezig als mol. Op deze olievaten vinden jullie vragen over jullie privéleven. Hoeveel huisdieren moeten er door jullie verzorgd worden? Oh, je kan hier zo goed mollen. Ja, tuurlijk. Yep. En weet je wat zo heerlijk is? Die groep. Dus 3, 4, 5. Wat, heb je 2 honden? Nee, tuurlijk niet. Zo chaotisch. Nee, wacht even. Heel even wachten. 6. Waarom deed je net 2 vingers? Nee, nee, nee. 42. Terwijl Schat en Lievert daarboven lekker een beetje staan te dollen. Schat, ik zie hier echt geen 2. Omdat ze het nog niet hebben, Lievert. Ga ik gewoon een goddelijke gang. 1, 2, 3, 4, 5. Dus er kunnen er 2 lepeltjes liggen. En eentje niet, dus er kunnen er 2. Helder? Ja. 5 personen slapen op hun zij. Dat zijn dus 2 lepeltje-lepeltje-setjes. Helder toch? Hoezo 2? Ik snap dat niet hoor. Hoeveel van jullie kunnen er lepeltje-lepeltje liggen? Ja, dat is iedereen die op hun zij ligt, toch? Als je in je favoriete slaaphouding ligt. Dus iedereen die op zijn zij kan liggen. Ja, je hebt gelijk. Maar hebben we dat nu? Niels, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. 2 is niet het goede antwoord. Het goede antwoord is 5. 4! Jij moet... Ga naar 4, hè? 0-4, dat is 4. Ja. Maar laten we vooral 4 zeggen. Geef 4 als antwoord. In de loods hiernaast ligt een laserlabyrint. Laseropdracht, dat is natuurlijk de ultieme Wie is de Mol ervaring. Ik kan niet wachten. Maar ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk het speelveld in kom. Nu valt er nog veel te halen. Zie dan als leider eerst. Oké. Mag ik dan daarna? Ja, is prima. Als mol moet je natuurlijk kunnen multitasken. Ik moet de ideale kandidaat uithangen. Maar ik moet natuurlijk ook mijn tijd als mol goed gebruiken. Ik ga nu. Zet hem op. Ik heb 150 euro. Meneer, goed zo. Dus ik geef netjes alles door wat ik zie op het parcours. En dan heb ik nog wel genoeg tijd over om hier en daar misschien wat uit te halen. Oké, ik ga mijn tweede zoeken, maar ik zie hem wel, maar die laser beweegt. Kom goed. Rustig aan. Zit je nog goed in je tijd? 4 minuten. Ik heb het. Merel, neem 250 euro mee uit het laserlabyrint. Ideale kandidaat. 250. Yeah.
Ik ben natuurlijk helemaal geen kandidaat. Ik ben de mol. Ik heb van jullie allemaal een stapeltje meegenomen. 1500 euro. En dit geld ga ik stiekem bewaren. Dat ga ik misschien nog wel nodig hebben. Ja, dat was toch een hele bijzondere plek. Een beetje gekkig eigenlijk, zo midden in de stad. Tussen al dat beton en steen in. Een heel klein bamboebosje. Steen, papier, schaartje. Steen, papier, schaar. Jij mag beginnen. Ja, ik ben benieuwd of je zo door de bomen het bos nog ziet, Sinan. Maar goed, ik heb inmiddels wel door dat de groep bloedfanatiek is. Iedereen is super gefocust. Nou, bij deze opdracht staat er geen geld op het spel. Dus eigenlijk hoef ik niets te doen. Maar een beetje dollen is natuurlijk altijd wel leuk. Komt u wel? Ja. Ik zou bijna denken dat het een aanwijzing is. Wat zie mijne. Ja. Hallo, ik doe echt enorm mijn best om jullie iets duidelijk te maken. Mickey! Nog één! Jullie zijn zo gefocust, zo in het spel, zo geconcentreerd. Ziet iemand mij überhaupt wel? Sinan! Ga jij even lekker iedereen af zitten leiden? Inderdaad, een prachtige plek, dit bamboebosje, Sinan. Maar bomen, bos, je ziet het niet meer. Welk balkon is van wie? Zorg dat je binnen 15 minuten op je eigen plek bent. Aan jullie de keus hoeveel geld jullie willen verdienen. 1500 euro als jullie het op eigen kracht doen. Of 1000 euro als jullie je molboekje erbij willen houden. Ik heb sowieso gestemd om zonder molboekje te werk te gaan. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Het balkon van Niels, Sarah, Jamie en Merel is niet op deze verdieping. Kijk, als mol weet ik natuurlijk wat mijn balkon is. Maar om daar nou meteen verkeerd te gaan staan, dat kan opvallen. En het is ook lang niet zo leuk. Ik hou wel van een beetje uitdaging. Dit balkon is niet van jou en ook niet van Jamie. Ik ga er gewoon voor zorgen dat er even een paar verkeerd staan. Niemands balkon, top! Kijk, we zijn nu natuurlijk allemaal van elkaar afhankelijk. Om op het goede balkon te staan, moet je de juiste informatie met elkaar delen. Evelien, jou is niet op deze verdieping. Niels, jou eindigt op 10. Jongens, heeft iemand een cijfer? Kamer voorbij. Ja, eindigt op 10. Feiten checken. Hoort bij mij. Hebben jullie toch wel begrip voor? Niet zo stressen, joh. We halen de deadline heus wel. Pak jij van Niels en Evelien zegt eindigt op 10. Okay. Ja, zie je wel. Hey, jongens, ja, ik word hier gek. 909 voor mij gezegd. Sta je op de goede verdieping, Robert? Ja, dat weet ik dus niet. Waar jij nu staat, daar moet jij niet staan. Oké, weet je, ik heb mijn taak gedaan. Ik vind het goed. Het is gelukt. Ik sta verkeerd samen met nog 3 andere kandidaten. Weer 1500 euro. Niet in de pot. Bravo! Ik heb vanmorgen een extra kop koffie genomen om goed scherp te zijn. De 40 vragen heb ik natuurlijk ruim van tevoren allemaal al bestudeerd. Hier is één tablet. Zodra het mogelijk is, ga ik een sleutelpositie innemen. Die sleutelpositie is natuurlijk achter één van de tellers. Per dag drinken we gezamenlijk 6,5 miljoen liter. Ik heb op een gegeven moment al behoorlijk wat geld ingezameld. Moet goed zijn. Er moeten heel veel goede antwoorden in die tablets ingevuld. Ja. Ik besluit nog heel even te wachten voordat ik toesla. Wat is het antwoord? Ja. Nee, dat is niet de vraag. De vraag was, hoe komt het dat... Ja, come on, jongens. Er zit behoorlijk wat tijdsdruk achter deze opdracht. Veel stress, ongeduld ook van mijn medekandidaten. I like a certain brand. Het gaat ook over Maxwell's House. Maxwell's House. Wat zeg je, Niels? Is het antwoord Maxwell's House? Prima. Vul ik dat meteen in? Dat is het niet. Hey, maar hoe dan? Oh. Ach, dat is niet goed. Rood scherm. Had dan op zijn minst die hoofdletters gedaan? Ja. Mijn 2 tablets, allebei een rood scherm. Dat is toch weer 500 euro uit de pot. Oh.
Ook bij deze opdracht is de sleutelpositie van groot belang. Ik moet boven op die toren komen, zodat ik zo kort mogelijke woorden kan vormen. Lingootje. I want lingo. Ja, zij heeft lingo gewonnen. Wat? Ja, echt? En ik weet, Niels, jij bent natuurlijk ook heel goed met de woorden. Maar deze journalist ga jij echt niet tegenhouden. Ik ga die toren op. De K naar 5. Oké. Het woord sluik is gemaakt. Alle auto's mogen er weer uit. Het gaat heel goed met die 5 letterwoorden. Ik ben helemaal lekker bezig. Het woord kluis is gemaakt. Alle auto's mogen er weer uit. We gaan voor het woord kluis. Kluis. Het kost het meeste tijd, die 5 letterwoorden. Het levert het minste geld op. Helemaal top. Tot grote ergernis ook van Jamie en Niels. Ik werk niet meer mee aan de 5 letterwoorden. Nee, ik zweer het je. Nee, schrijf het even door. Dames, we hebben een staker. Dus step up your game. En dan komt er opeens een stoorzender de toren op. Slordig. Gaat Robert in één keer een 7 letterwoord leggen? Ja, een O en een I. Zeker? Slordig. Ja, een O en een I. O en een I graag in het veld, zo snel mogelijk. Een O en een I. Snel. Slordig. 7 letters, hè? 7 letters. Ja, super knap, Robert, aan het puzzelaar. Maar dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling. Gelukkig hadden we hoofdzakelijk 5 letterwoorden. Tun, 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 tun. Precies zoals ik ze graag heb. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Oké, ik ben een beetje gespannen, want ik moet er bij deze opdracht voor zorgen dat ik als eerste 2 enveloppen pak. 2 enveloppen? Maar dat als eerste iets pakken, dat is nogal een rode vlag. Iemand die daar alles van weet is oud-mol Margriet van der Linden. Die moest ooit als eerste een koffer pakken. En dat vonden sommige kandidaten echt heel opvallend. Allemaal een kaartje? Allemaal 1 en 2. Maar het moet. De bovenste envelop van de 1 en de onderste envelop van de 2. De hoogste bedragen moet ik eruit halen. 2 keer 500 euro. Naar rechts. Ik kan toch wat wisselgeld? Vakkundig verzameld bij de laseropdracht. Dus ik heb die 500 euro verwisseld voor 250 euro. Als mol besluit ik dat het wel handig is om heel even weer de ideale kandidaat uit te hangen. Dus de eerste links-rechts ronde ben ik prima op tijd. En daar is nummer 3. En ik lever mijn envelop in bij Rick. Maar er zit die 500 euro natuurlijk niet meer in. Ronde 2, nieuwe kansen. Merel, dit is de 4e. Kijk maar of je bij de kerk omhoog moet. Of dat de goede straat daar is. Nee, links is de kerk. Want dit is Kanye 6. Jamie werd heel ongeduldig, maar die wist natuurlijk niet dat ik nog even bezig was met mijn administratie. Dus die 500 euro gaat eruit en dan lijkt 50 euro voor de pot me wel meer dan genoeg. Ben je klaar voor? Jij bent klaar voor. En zo breng ik in ronde 1 250 euro binnen voor de pot en in ronde 2 verlies ik 50 euro. 50 euro. Viert kandidaat, maar een betere mol heeft toch 800 euro uit de pot weten te houden. Ik weet als mol natuurlijk hoe er vandaag geld verdiend kan worden. Of beter gezegd, hoe er geen geld verdiend kan worden. Wat de kandidaten nog niet weten. Blauwe trossen, gele trossen, groene trossen. Het is allemaal hartstikke oninteressant. Het gaat vandaag om de oranje trossen. Daar zit het geld in. Blauw. Yes. Dit is station blauw. Ja, dat is wel zo duidelijk. Hier is dat van jou, denk ik. Zit ja, daar. Ik zie het. Ja? Ja. Ja, dit is een eitje. Dus hoe minder oranje trossen er aankomen bij het eindstation, hoe minder kans op geld in de pot. Eerst is even
Laten we zorgen dat dit niet aankomt. Ik begin bij een station waarvan ik weet dat er 5 oranje trossen liggen. Oh, maar eentje dan. Weet ik in ieder geval zeker dat er niks aankomt. Papa. Mol heeft het er warm van. Ik denk dat ik nog even een paar bananentrossen het bos in ga slepen. Dat ze zich niet gaan afvragen waarom er geen lintje zou zitten. Eén ding is zeker. Er gaat helemaal niks verdiend worden vandaag. Niels! Mijn is vol! Oké. Zo, linksaf. Jimmy en Niels, missen jullie niet iets? Van de 12 trossen hebben jullie 7 binnengebracht. Ik weet dus 5 van die loodzware trossen weg te houden van het eindstation. Maar ik heb echt pech. Het geld zit in kokers in die trossen. Ga maar kijken of je wat verdiend hebt. Ja, ik heb hier jongens. 500. Ja, meneer, 500. We hebben 1000 nu. Oké, kalm blijven, scherp blijven. De schade beperken. Waar hangt dat dan, Sino? Misschien hangt het er niet, Merel. Dat kan ook nog, dat er bij sommige trosjes niks hangt. Ik denk dat er bij jou niks hangt. Gelukkig heeft niemand me gecheckt. Toch nog 500 euro niet geoogst. Wat een waanzinnig sprookjesachtige setting om in te mogen mollen. Het strand, de zee, de ondergaande zon, de fakkels, het vuur. Ik ga proberen om daar zoveel mogelijk verkeerde bedragen in te gooien. Goed. Wonderbakken. Hoe meer verkeerde matches er worden verbrand, hoe meer unieke bedragen er overblijven. Wat heb je? 100. 100, 100. 300. We gaan lekker mee. We gaan heel goed. We gaan echt helemaal super. Er zitten al allemaal verkeerde dingen in. En volgens mij ga ik best lekker. 55? 55. Het is aflevering 8. De pot staat net iets boven de 8000 euro. Is hij ooit zo laag geweest, zo laat in het spel? Daar stonden we dan, met onze armen vol schijven. Toen wist ik het al. De opdracht is geslaagd. De mol-opdracht, om precies te zijn. 30 schijven hadden we over. Veel te veel. Het goede antwoord had moeten zijn 1550 euro. Jullie hebben veel te veel laten hangen. Helaas. De 1550 euro die we konden verdienen, komt niet in de pot. Ik ben Planet van Colombia. Het is natuurlijk wel langer. Dan kan ik af en toe een beetje leuke reisleider uithangen. Waar gaan we over heen? Kijk, je bent in je leven altijd een beetje meerdere personen, denk ik. Tijdens mijn werk als nieuwslezer ben ik degene die op basis van feiten vertelt wat er in de wereld gebeurt. Evelien! Ja? Jij mag niet op die verdieping zijn, toch? Deze ook niet? Nee. Gaan we discussiëren weer met z'n allen? Sinan, luister. Het balkon van Merel, Sinan en Rick Paul is niet op deze verdieping. Mooi zo, dan kan ik gewoon een biertje nemen. Als mol hoefde ik nu een keer niet de waarheid te vertellen. We hebben vertrouwen erin en we denken dat we het in een half uur kunnen. Nee. 45 minuten. Ik kon lekker liegen, lekker bedriegen. Wat ik jou vertel, dan niet. Door. En vice versa. Een beetje spelen met mijn medekandidaten. Arme Jamie. Ik denk dat hij me echt vertrouwt. Dingen doen die ik normaal gesproken niet doe. En die zijn stiekem soms heel leuk.